Bless you, Pastor. Thank you, Jesus. Good afternoon, Alema. Goedemiddag, everyone. It's good to be back again. Het is goed om weer terug te zijn. Many of you, or some of you, may not know that this is my church. En sommige van u weten misschien niet dat dit mijn gemeente is. When I came to the Netherlands in the year 1992, it's a long time ago. En toen ik naar Nederland kwam in 1992, een hele tijd geleden. This is the first church I came to. Dit was de eerste kerk waar ik naartoe kwam. And I've stayed with this church since that time. En ik ben gebleven bij die gemeente sinds die tijd. And I want to thank God for that grace. En ik wil God bedanken voor die genade. To minister under Apostle Stanley Hofwijks. Om te dienen onder Apostel Stanley Hofwijks. He has been my pastor since 1992. En hij is mijn voorganger geweest sinds 1992. And I have been blessed mightily through his leadership. En ik ben geweldig gezegend door zijn leiderschap. And I want to thank those of you that have been faithful to this ministry. En ik wil u bedanken die getrouw bent geweest aan deze bediening. Psalm 92 said the righteous shall flourish like a palm tree. En Psalm 92 zegt dat de rechtvaardigen zullen opbloeien als een palmboom. Those who are planted in the house of God, they shall flourish and they shall be fresh. En degenen die geplant zijn in het huis van God zullen bloeien en zullen fris zijn. And I pray that that scripture will be fulfilled in your life in Jesus' name. En ik bid dat dit schriftgedeelte tot vervulling zal komen in uw leven in Jezus naam. Agree with me, say amen. En stem met mij overeen en zeg because amen. When you say amen, you say so shall it be. Wanneer u amen zegt, dan zegt u in feite zo is het, zo zal het zijn. Thank you, Father. Dank u, Vader. Let's pray. Laten we bidden. Father, we thank you for this special moment. Vader, we danken u voor dit bijzondere moment. Holy Spirit, speak to us this afternoon. Heilige Geest, spreek vanmiddag tot ons. Bless us with your word this afternoon. Zegen ons met uw woord vanmiddag. Father, we come against every opposition to your word. En Vader, we komen op tegen elke tegenstand tot uw woord. We take authority over the one that has come to steal, to kill and to destroy. En we nemen gezag over degene die gekomen is om te stelen, te slachten en te verderven. And we command every opposition to flee in the name of Jesus Christ. En we gebieden elke tegenstand te vluchten in de naam van Jezus. Father, we decree that your word will be a blessing to us this afternoon in Jesus' name. En Vader, we stemmen overeen dat uw woord een zegen zal zijn vanmiddag voor ieder van ons in Jezus' naam. And the name of Jesus shall be glorified. En dat de naam van Jezus verheerlijk zal worden. We thank and we give you praises. We danken en we geven u daarvoor prijs. Thank you, Heavenly Father. Shall we stand up on our feet? Let's just worship the Lord for a moment. Zullen we gaan staan en de just worship him, tell him who he is, how good our God is. Praise his mighty name. Just worship him. Aanbid he is worthy to be worshipped this afternoon. Hij is waard. He deserves all the glory and all the honor this afternoon. En hij is het waard. Father, we bless your mighty name. Maka Santa Raba. Father, we'll exalt your mighty name. We glorify your name because you are King of kings and the Lord of lords. Reboko Sandaraba. Father, we declare that you are good. You are a good God. Make Sandayaka. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Rebaka Sandayaka. We glorify your name, King of kings, Lord of lords, mighty God, the one that was and is and is to come. Father, we bless your mighty name this afternoon. Father, we'll exalt your name this afternoon. Father, we glorify your name this afternoon. Father, we bow down before you and we worship you because you are mighty, you are glorious, you are a miracle working God. Mighty are you, O God. Reboko Sandayaka. We bless your mighty name, O God. Thank you, Jesus. Reboko. Praise team, can you help me? Thank you, Jesus. Praise team, can you help me? Thank you, Father. Let's sing that song together. Holy are you, God. Laten we samen zingen, heilig bent u, Heer. Holy are you, God. If you know, join me. All creation worship you. Worthy is your name. We worship your majesty, awesome God, how great thou art. You are God, mighty are your miracle, and in your holy name, Lord, we bow. And worship thee. Awesome God,
Awesome God, how great thou art. How great thou art. You are God. You are God. Mighty are your miracles. Mighty are your miracles. We stand in awe. We stand in awe on your holy name. On your holy name. Lord, we bow and worship you. Lord, we bow and worship. Let's do it again. Awesome God. Awesome God. How great thou art. How great thou art. You are God. You are God. Mighty are your miracles. Mighty are your miracles. We stand in awe. We stand in awe. Thank you for your presence in this place. En Vader, we danken u voor uw tegenwoordigheid hier in deze plaats. Holy Spirit of God. Heilige Geest van God. We surrender our mind and our heart to you right now. En we geven onze hart en onze gedachten nu op dit moment aan u over. Come and take your place. Kom en neem uw plaats in. We pray for every troubled heart. En we bidden voor elk verontrust hart. That you will touch them right now. Dat u hen wilt aanraken nu op dit moment. Holy Spirit of God. Heilige Geest van God. We surrender totally to your lordship. En we geven ons geheel over aan uw heerschappij. You are the one who reigns and rules. U bent degene die heerst en regeert. You have disarmed rulers and authorities. En u hebt ontwapend overheden en machten. We take authority right now. En we nemen nu autoriteit. Over everything that is ruling, that is not supposed to rule. Over al datgene wat nu heerst, maar niet zou moeten heersen. We take authority over disease and sickness. We nemen autoriteit over ziekten en kwalen. And we command them to lose their weapon in the name of Jesus Christ. We willen dat ze hun wapen loslaten in de naam van Jezus. Let the name of Jesus be glorified. En laat de naam van Jezus verheerlijkt worden. Father, we thank you for your presence. En Vader, we danken u voor uw tegenwoordigheid. Thank you for what you have planned to do this afternoon. En dank u Vader voor wat u hebt gepland om vandaag te doen. Thank you for the souls you have planned to save this afternoon. En dank u voor de zielen die u vandaag wilt redden. Thank you for the disease you have planned to heal this afternoon. En dank u voor de ziekten die u vandaag wil genezen. Thank you for those that you have planned to deliver this afternoon. En degenen die bevrijd zullen worden vanmiddag. Thank you for blessing us this afternoon. En dank u voor zegening deze middag. We thank you for your kingdom that has come. En we danken u voor uw koninkrijk dat is gekomen. And we give you all the glory. En we geven u alle eer. In Jesus' mighty name we have prayed. In Jezus' machtige naam bidden wij. Shall we say a big amen together? En zullen we samen groot amen zeggen? Amen together. Amen. Let's give the Lord a big applause. Give the Lord a big applause. De Heer een klap over geven. You can have your seat. Je kunt weer gaan zitten. Thank you, Father. Dank u, Vader. Let's open our scripture to Revelation chapter 22. En laten we opslaan uit Openbaring hoofdstuk 22. Our God is a good God. En onze God is een goede God. I like your response. When I say God is good, say all the time. Ik hoop van dat u reageert. Dus wanneer ik dat zeg, zegt u altijd. Okay, Revelation 22. En Openbaring hoofdstuk 22. And I read from verse 12. En ik lees vanaf vers 12 to 17. Tot vers 17. Revelation 22. Openbaring hoofdstuk 22. And behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Blessed are those who do his commandments, that they may have the right to the tree of life. I may enter through the gates into the city. But outside are dogs and sorcerers and sexually immoral and murderers and idolaters and whoever loves and practices a lie. I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things in the church.
I am the root and the offspring of David, the bright and morning star. And the spirit of and the bride say, come. And let him who hears say, come. And let him who thirsts come. Whoever desires, let him take the water of life freely. Amen? Amen. This is Jesus speaking to the church. En hier spreekt Jezus tot de gemeente. I mean, if you look at the time in which we are living now. En als u kijkt naar de tijd waarin we nu leven. You don't need to be a prophet to know that we are living in the end of the end time. Hoeft u geen profeet te zijn om te weten dat we in het einde van de eindtijd leven. The Bible says those who are righteous will be more righteous. En de Bijbel zegt degenen die rechtvaardig zijn zullen nog rechtvaardiger and worden. And those who are wicked, they will be more wicked. En degenen die slecht zijn zullen nog slechter worden. And we see all the wickedness taking place in the world we are living today. En we zien alle goddeloosheid dat plaatsvindt in de wereld van vandaag. But the scripture I want to emphasize is verse 12. Maar het schriftgedeelte dat ik wil benadrukken is vers 12. Jesus said, I am coming quickly. Jezus zegt, ik kom spoedig. And my reward is with me. En mijn loon is bij mij. We are serving a God who rewards people. En we weten zeker dat God mensen beloont. We are serving a God who pay when you work for him. En we dienen een God die betaalt wanneer u voor hem arbeidt. He blesses people. Hij zegent mensen. The desire of our God is to continuously bless us. En het verlangen van onze God is om ons voortdurend door te zegenen. If you have been called into the kingdom of God, you are blessed. En als u geroepen bent in het koninkrijk van God, dan bent u gezegend. And the Bible tells me that whenever you are blessed, you cannot be cursed. En de Bijbel vertelt me dat wanneer u gezegend bent, kunt u niet dezelfde tijd vervloekt zijn. So Jesus. Dus Jezus. Came and he said he will reward us. Kwam en hij zei, hij zal ons belonen. You know, it's always good to start the end from beginning. Het is altijd goed om bij het einde te beginnen van het begin. If you know the end of a matter, als u het einde weet van iets, you will know what to do from beginning. Dan weet u wat u aan het begin moet doen. Let me say that again. Laat me dat nog een keer zeggen. If you know what is going to happen at the end of today, als u weet wat er zal plaatsvinden aan het einde van deze dag. That will help you to know what to begin to do from now onwards. Dat zal u helpen om datgene te doen van nu af aan. In this scripture, Jesus is telling us what is going to happen in at the end. In dit gedeelte zegt Jezus ons wat er zal plaatsvinden aan het eind. By the time he comes back. Tegen de tijd dat hij wederkeert. I am coming back. Hij zegt, ik kom terug. And my reward is with me. En mijn beloning is met mij. To give to everyone. Om aan ieder te geven. According to the work of your hand. Naar het werken van zijn handen. So if I know that, dus als ik dat weet. Then it will determine what I am doing from now onwards. Zal het bepalen wat ik van nu af aan doe. Because I want a reward. Want ik wil een beloning. From my Lord. Van mijn Heer. From my Savior. Van mijn Heiland. And he said he is going to reward you not according to your faith. En hij zei hij zal je niet belonen naar gelang je geloof. Read that very well. Lees dat heel duidelijk. According to what you have done. Maar naar datgene wat u hebt gedaan. Because if you have faith, want if you have faith, want als u geloof hebt, and your faith does not is not show in what you do. En uw geloof toont zich niet in datgene wat u doet. The Bible says that faith is dead. Dan zegt de Bijbel dat geloof dood is. James says, show me your faith and I will show you my work. Jacobus zegt, toon mij uw geloof en ik zal u mijn werken tonen. So Jesus is coming back to reward every one of us. Dus Jezus keert weer om een ieder van ons te belonen. Those who are lukewarm, he will reward you. Those who are lukewarm, degene die lauw zijn, die zal those belonen. Who are lazy, he will reward you. En degene die lui zijn, those who are hardworking, you will get your reward. En als u hard werkt, zult u uw beloning krijgen. Everyone according to the work of your hand. En ieder naar het werk dat hij heeft verricht. You know, this has not changed from beginning of creation. En Jezus die verandert vanaf het begin van de schepping. This story of God of rewarding those who have worked has not changed from the beginning of creation. En dit van het belonen is niet veranderd sinds het begin van de schepping. Let's go back to Genesis. We started in Revelation. We know the end. Let's go back to the beginning. Nou, we weten het einde in Openbaring. Laten we naar het begin gaan in Genesis. Thank you, Father. Dank u, Vader. Genesis chapter 1. En Genesis hoofdstuk 1. Verse 26 to 31. 26 tot 31. Maybe it's good to read it in Dutch. Yes, let me read it in Dutch. Genesis 1, 26 to 31. En daar staat er, en God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels, en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En
God schiep de mens naar zijn beeld. Naar zijn beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen der zee en over het gevogelte des lands en over het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie, ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte waaraan zaaddragende vruchten zijn. Het zal u tot spijzen dienen, maar aan al het gedierte der aarde en aan al het gevogelte des hemels en aan al wat op de aarde kruipt waarin leven is, geef ik al het groene kruid tot spijzen. En het was alzo. En God zag alles wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. How many of you believe that? Hoeveel van u geloven dat? Some did not. I didn't see every hand. How many of you believe the scripture we read? Hoeveel van u geloven het schriftgedeelte dat we hebben gelezen? Brother Roberto did not believe it. Praise the Lord. Prijs de Heer. But this is the word of God. Dit is het woord van God. So before God created man, dus voordat God de mens schiep, he already provided everything man needed. Had hij al voorzien in alles wat de mens nodig had. That has an implication. En dat heeft een bedoeling. That means I don't need to struggle for things I need for life. Dat betekent dat ik niet hoef te worstelen om de dingen van het leven te verkrijgen. You don't need to struggle for the things you need for life. En u hoeft niet te worstelen voor de dingen die u in het leven nodig hebt. If we believe this. Als we dit geloven. Because before God created man. Want voordat God de mens schiep, he provided everything we need. Had hij voorzien in alles wat we nodig hebben. Everything. Alles. And he even gave us authority. Hij heeft ons zelfs gezag gegeven. To reign and to rule. Om te heersen en te besturen. Let's see 2:15. Genesis 2:15. Specifically, you see what God created man to do. En in Genesis 15 zien we 2:15. Zien we heel specifiek waartoe God de mens heeft bedoeld om te zijn. En de Heere God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. Praise the Lord. Prijs de Heer. Praise the Lord. Prijs de Heer. Alleluia. Alleluia. You are Pentecostal people. Je bent toch Pinkster mensen? So God placed man in the garden. Dus God plaatste de mens in de hof. To take care of it. Om ervoor te zorgen. I mean, a life without a purpose is a hopeless life. Een leven zonder doel is een hopeloos leven. If you are alive and you don't have a purpose for your life. En als u leeft en u hebt geen doel voor uw leven. Life can be very boring and frustrating. Dan kan het leven heel saai zijn en frustrerend. If you only wake up every morning, go to your job, come back home, go to your job, come back home, go to your job, come back home. Can be frustrating. Als je alleen maar leeft om naar werk te gaan, thuis te komen, dat kan heel frustrerend zijn. When God created man, toen God de mens schiep, the Bible says he placed man in a garden that he created. Zegt de Bijbel dat hij de mens plaatste in een tuin, in een hof die so that hij geschapen man had. Can work for God. Zodat de mens voor God zou kunnen werken. I pray that we get this afternoon. En ik bid dat we dit vanmiddag zullen the pakken. The purpose for which God has created you and me is to work for him. Het doel waarmee God ons geschapen heeft is om voor hem te arbeiden. Full stop. En daar staat een punt, een dikke punt. Can you imagine if all of us are working for God? En kunt u zich voorstellen als ieder van ons zou werken voor God? If the whole world is working for God. Als de hele wereld zou arbeiden voor God. That has a lot of implication. Dat heeft heel wat implicaties. If every human being that God created understand that they were created to work for God. Wanneer elk geschapen man en vrouw zou beseffen dat zij werden geschapen om te arbeiden voor God. I want you to dream a little bit. How will it be? Hoe zou het zijn? Droom een moment met mij mee. If all of us are working for one boss, God is our boss. Als we allemaal zouden werken voor één baas, God is onze baas. I mean, it would be wonderful. Zou het niet heerlijk zijn? There be no jealousy, there be no envy. Geen jaloersheid, geen. We have everything we need. We hebben alles wat we nodig hebben. We don't struggle for nothing. We hoeven nergens voor life te worstelen. Life would be wonderful. En het leven zou heerlijk zijn. But when you look at Genesis chapter 3. Maar wanneer u kijkt naar Genesis hoofdstuk 3. We all know the story very well. En we kennen allemaal het verhaal heel erg goed. When Satan came and deceived man.
toen Satan kwam en de mens misleidde. I put it in my own words. He said, you don't need to work for God anymore. Just do your own things. En ik zeg het met eigen woorden. Je hoeft niet meer voor God te arbeiden. Doe wat je zelf wilt. You can be your own God. En je kunt je eigen God zijn. That's what Satan told Adam and Eve. En dat is wat Satan tegen Adam en Eva zei. You don't need to work for God anymore. Je hoeft niet meer te arbeiden voor God. No, God is not good. God is niet goed. God doesn't love you. Hij houdt niet van u. That is why he wants you to work for him. En daarom wil hij dat u voor hem arbeidt. You can be your own boss. En u kunt uw eigen baas zijn. You can be your own God. U kunt uw eigen God zijn. You can know what is good and what is right. U kunt weten wat goed is en wat verkeerd is. And Adam and Eve, they were deceived. En Adam en Eva werden misleid. And they abandoned God. En ze verlieten God. And what happened? En wat gebeurde er? The relationship between them and God was broken. En de relatie tussen hen en God werd verbroken. The peace and the harmony they used to have is gone. En de vrede en de geluk dat ze hadden is verdwenen. Now they have to struggle for their own food. En nu moeten ze worstelen voor hun eigen eten. In the Garden of Eden, they don't need to struggle at all. En in het Hof van Eden hoeft ze helemaal niet te worstelen met de zaken. Because everything was provided. Want in alles was er voorzien. But when they abandoned God, maar toen zij God in de steek lieten, began to work for themselves, en voor zichzelf begonnen te arbeiden, they lost everything. Hebben ze alles verloren. They have to sweat before they could eat. En moesten ze zweten voordat ze konden eten. Jealousy and envy came in. En jaloersheid en nijd kwam naar binnen. Greed and murder and all kind of evil came in. Gierigheid en moord en allerlei soort kwaad kwam binnen. Satan took the authority from them and began to reign over their lives. En Satan nam de autoriteit die ze hadden en begon over hen te heersen. And that is what we see in the world today. En dat is wat wij vandaag de dag in Look de wereld zien. Everywhere. Kijkt u om u heen. People are stressed up. En mensen zijn uitgestrest. Jealousy and envy and greed. En jaloersheid en nijd en gierigheid. It's destroying the world that God has given us. Vernietigen de wereld die God ons heeft gegeven. Because people have abandoned God. Want mensen hebben God in de steek gelaten. There is something God will never ask us to do if Himself have never done it. En is er één ding wat God ons nooit zal vragen om te doen als Hij het zelf, wat Hij zelf niet heeft gedaan. Let's look at Genesis chapter 1, verse 1 and 2. Laten we kijken naar Genesis hoofdstuk 1, vers 1 en 2. God will never ask us to do things that He Himself have never done. En God zal ons nooit vragen iets te doen wat Hij zelf nooit heeft gedaan. Can you read it? Genesis chapter 1, verse 1 to 2. En ik lees Genesis 1. 1 to 2. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed. En de geest God zweefde over de wateren. Amen. Amen. In the beginning God created the world. En in het begin schiep God de wereld. So God is a hardworking person. Dus God is een hardwerkende persoon. He works very hard. Hij heeft heel hard gewerkt. He is never lazy. Hij is nooit lui. He created the world in the beginning. En hij schiep de wereld in het begin. And if you look at verse 2, en als je kijkt naar vers 2, the earth was without form. En dan staat er de aarde was zonder vorm. It was void and darkness was over the face of the deep. Woest en ledig en duisternis lag op de vloed. And the spirit of the Lord was hovering over the face of the waters. En de geest God zweefde over de wateren. So God went into that situation. God ging dus in die situatie. Into that hopeless situation. Naar die hopeloze situatie ging hij. Formless situation. Naar die vormeloze situatie and ging he began hij. To put it right. En hij begon het in orde te maken. He began to work and make it fine. Hij begon te werken en maakte het and goed. He began to speak into that situation. En begon te spreken in die situatie. So God is our model. Dus God is ons model. We can learn a lot from God. We kunnen heel wat leren van God. And one thing that caught my attention in this scripture. En één ding wat me opviel in dit schriftgedeelte is the spirit of God. Is de geest van God. In that hopeless situation, the spirit of God was there. In die hopeloze situatie was de geest van God aanwezig. In that place of darkness, the spirit of God was there. In die plaats van duisternis, daar was ook de geest van God. I don't know your situation this afternoon. En ik weet niet hoe wat die situatie is But vanmiddag. I want to tell you that the spirit of God knows your situation. Maar ik wil u vertellen dat de geest van God uw situatie kent. The Holy Spirit is involved in your situation. En de Heilige Geest is betrokken bij uw situatie. No matter how hopeless, how worse or bad that situation may be. Maakt niet uit hoe hopeloos of slecht of erg uw situatie is. Don't let the enemy deceive you. En laat de vijand u niet misleiden. You should know as a child of God that the spirit of God is in that situation. En u moet weten als kind van God dat de geest van God daar in die situatie aanwezig is. What you need to do as a child of God.
En wat u moet doen als kind van God is what God did here. Is wat God hier deed. God spoke. God sprak into that situation. In die situatie. He spoke life into that situation. Hij sprak leven in die situatie. He spoke victory into that situation. Hij sprak overwinning in die situatie. And I want to encourage you this afternoon. En ik wil u vertellen vanmiddag. Let's do that. Laten we dat doen. No matter how bad or worse your situation may look like. En het maakt niet uit hoe slecht of erg onze situatie eruit ziet. But one thing we need to understand first is that we are created to work for God. En één ding wat we op de eerste plaats moeten weten is dat we zijn geschapen om voor God te arbeiden. Very important. Heel belangrijk. If you don't know that before, please know it from today. En als u dat eerder niet wist, vanaf vandaag weet u dat. That you are created to work for God. Dat u geschapen bent om te arbeiden voor God. When everything gets spoiled because of Adam and Eve. Wanneer alles in de war is geraakt, zoals bij Adam en Eva. God is still interested in the world he created. Is God nog steeds geïnteresseerd in de wereld die hij geschapen heeft? He still wants to restore everything to make sure it looks like the first time he created man. En dan wil hij het nog steeds herstellen, zodat het eruit ziet toen hij het voor het eerst schiep voor de mens. So what did he do? He sent Jesus Christ. Wat hij dus deed, hij zond Jezus Christus. He said, you go and show them. Hij zei, ga jij maar en laat hen zien. And Jesus came. En Jezus kwam. Jesus came to restore everything that has been destroyed. En Jezus kwam om te herstellen al hetgene wat was vernietigd. He came to fix things that has been broken. Hij kwam in orde maken datgene wat kapot gemaakt was. He came as a solution to the problems of the world. Hij kwam als een oplossing voor de problemen van de wereld. That is why Jesus came. En daarom kwam Jezus. He came to fix our relationship with God. Hij kwam om in orde te maken onze relatie met God. He came to fix our relationship with one another. Hij kwam om de relatie met elkaar in orde te maken. He came to give us understanding. En hij kwam om ons begrip te geven. We can know why we were created by God. Zodat we zouden kunnen weten waarom we zijn geschapen door God. He said, I came to serve, not to be served. Hij zegt, ik ben gekomen om te dienen en niet om gediend te worden. He came to work for God and for God alone. En hij kwam om te arbeiden voor God en voor God alleen. If you look at the life of Jesus, en als je kijkt naar het leven van Jezus. I have learned a lot from him. Ik heb heel wat van hem geleerd. Is the best leader that has ever lived on the face of the earth. Hij is de beste leider die ooit mensen heeft geleid op de aarde. Look at all the leaders that has ever lived in the world. En kijk naar alle leiders die ooit hebben geleefd op de wereld. How many of them have influenced people like Jesus Christ? Hoeveel van hen hebben de wereld beïnvloed zoals Jezus Christus? None. Niemand. Jesus taught only for 3 years. En Jezus heeft slechts 3 jaar onderwezen. And today he's still influencing the whole world. En vandaag de dag beïnvloedt hij nog steeds de gehele wereld. I think he deserves a big applause. En ik denk dat hij een groot applaus verdient. That is the King of Kings and the Lord of Lords we are serving. Hij is de koning der koningen en de Heer der heerscharen. He's the only one. Hij is de enige. Who sees things that others did not see. Die zaken heeft gezien die anderen niet hebben gezien. He's the only one that is bold enough to say things that others are not able to say. En hij was zo vrijmoedig om datgene te zeggen wat anderen niet eens toe in staat waren. He did things that others are not able to do. En hij deed dingen die anderen niet in staat waren om te doen. That is the King of Kings and the Lord of Lords we are serving. En dat is de koning der koningen en de Heer der heren. So he came to show us the example. En hij kwam om als voorbeeld te dienen. He said, those who keep their life will lose it. Degene die zijn leven wil behouden, die zal het verliezen, zei hij. We should not be afraid. We moeten dus niet angstig zijn. When it comes to working for God. Wanneer het erop aankomt om te arbeiden voor God. Jesus said, I will build my church. En Jezus zei, ik zal mijn gemeente bouwen. And the gates of Hades will not prevail against it. En de poorten der hel zullen haar niet overmogen. The word church. En het woord gemeente. The Greek word is ecclesia. Het Griekse woord is ecclesia. Many of us we don't really understand this word. En velen van ons begrijpen niet echt wat dit woord betekent. It is a social, political and religious word. Het is een sociaal, politiek en religieus woord. But we have reduced it to religious word alone. Maar we hebben gebracht tot alleen maar een religieus woord. The word is not. That word was borrowed by Jesus Christ. En dat woord werd geleend door Jezus Christus. Because in the time of the Greek, want in de tijd van de Grieken, the ecclesia are the people that were called out of the city. In die tijd was de ecclesia degene die uit de Grieken was gekomen naar de stad. And they give them authority. En ze gaven hun gezag. And they always sit at the gate of the city. En ze zaten altijd in de poorten van de stad. They have authority to allow things to come into the city. En ze hebben
autoriteit om mensen binnen te laten komen in de stad. And they have authority to prevent things going out of the city. En ze hebben autoriteit om zaken die naar buiten te gingen tegen te houden. So ecclesia are powerful people. Dus ecclesia waren machtige mensen. That has been given authority. Die gezag was toebedeeld. So Jesus said, I will build my own ecclesia. Jezus zei dus, ik zal mijn eigen ecclesia bouwen. I will build my own church. Ik zal mijn eigen gemeente bouwen. The people that I call out of the world, de mensen die ik uit de wereld roep, that has been given authority, die autoriteit hebben gekregen, zodat they can take over the city where they are living. Zodat ze de stad kunnen overnemen waarin ze wonen. So that means the church in Amsterdam, dat betekent dus dat de gemeente in Amsterdam is the ecclesia of Jesus Christ. Is de ecclesia van Jezus Christus. That has been given authority, die gezag heeft ontvangen. To make sure nothing comes into Amsterdam if they don't allow it. Om zeker van ervoor te zorgen dat niets Amsterdam binnenkomt als ze het niet willen. And if they don't allow it, nothing goes out of Amsterdam. En als ze het niet toestaan, dan gaat ook niets uit Amsterdam. Now, if you look at Amsterdam, nou, als je kijkt naar Amsterdam, then you ask yourself a question: where are the ecclesia? Dan vraag je zichzelf: waar is de ecclesia? Where is the church of Jesus Christ? Waar is de kerk van Jezus Christus? Every Sunday we come into the church. Elke zondag komen we in de kerk. We praise the Lord. En we prijzen de Heer. We feel good. En we voelen ons we goed. We go home. En dan gaan we naar huis. On Sunday we come back. Volgende zondag komen we terug. Praise the Lord. We prijzen de Heer. We enjoy ourselves. En we genieten. We feel good. We voelen ons goed. We go to our house. En we gaan weer naar huis. The second Sunday we come back. En volgende zondag komen we weer terug. Year after year. Jaar in jaar and uit. Things are happening outside there. En zaken gebeuren daarbuiten. And we don't have any influence. En we hebben geen invloed daarop. We are not bold enough to speak. En we zijn niet vrijmoedig genoeg om te spreken. We are afraid of our lives. We vrezen voor ons leven. And Jesus said, if you keep your life, you will lose it. En Jezus zegt, als je je leven voor jezelf houdt, zal je het verliezen. During the time of Jesus Christ, en gedurende de tijd dat he Jezus was leefde, bold enough to confront the powers and authorities. Was hij stoutmoedig genoeg om de overheden en machten te woord te staan, om tegen hen op te komen. To fight every injustice. En hij was vrijmoedig genoeg om elke ongerechtigheid te bestrijden. But if you look at the church today, maar als je kijkt naar de gemeente vandaag, we only focus on ourselves. Dan zijn we alleen maar op onszelf oh, gericht. God bless me. Oh, God zegen God mij. God heal me. God zegen God do genees this for mij. Me. God do that for me. Buy dit me a big house. Doe dat. Buy me a big jet. Huis. Geef me een groot jet vliegtuig. And most of our pastors of the world today, they are only competing about buying jets. En de meeste grote voorgangers van onze tijd die wedijveren om de grootste vliegtuigen. Who has the biggest jet? Wie heeft het grootste vliegtuig? Who has the biggest church? Wie heeft de grootste kerk? Who has the biggest this and biggest that? That wie heeft het grootste dit of dat? Maar dat is niet de ecclesia van Jezus not Christus. The church of Jesus Christ. Dat is niet de gemeente van the Jezus church Christus. Of Jesus Christ, we are supposed to go outside there. Maar de gemeente van Jezus Christus moet naar buiten trekken. And rescue people. En mensen redden. And fight every injustice. En bestrijden elke ongerechtigheid. Speak for those who cannot speak. En opkomen voor degenen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. That is why Jesus called us into his kingdom. En daarom heeft Jezus Christus ons geroepen in that zijn is koninkrijk. Why he gave us authority. En daarom heeft hij ons autoriteit gegeven. That is why he anointed us with the Holy Spirit. En daarom heeft hij onze Heilige Geest gegeven. So that we can work for God. Zodat wij kunnen arbeiden voor God. It doesn't matter the kind of job you are doing. En maakt niet uit wat voor werk wij doen. You know, I said in the beginning, can you imagine if we all understand that we are all working for God? En in het begin zei ik, als u maar allemaal zouden kunnen begrijpen dat wij allen werken voor God. How will it be? Hoe zou het zijn? You know, you go to your work. We gaan naar onze werk. As an engineer. Als ingenieur. Knowing that you are going there to work for God. Weten dat we daar gaan werken voor God. You go to your school as a teacher. En u gaat naar school als onderwijzer. You know you are going there to work for God. U weet dat u daar naartoe gaat om te arbeiden voor God. You drive your taxi. En u rijdt uw taxi. Or your bus or train. Of uw bus of uw trein. You know you are not serving any man, but you are serving God. U weet dat u niet een mens dient, maar u dient God. You come to church. En u komt naar de kerk. You clean the floor. You are not cleaning it for Apostle Stanley. You are cleaning it for God. En u maakt de vloer schoon. En u weet, u maakt het niet schoon voor Apostle Stanley, maar u doet het voor God. How will it be, church? Hoe zou het zijn, gemeente? If we can understand this. Als we dit zouden kunnen begrijpen. That this is the reason God has called us into his kingdom. Dat dit de reden is waarom God ons in zijn koninkrijk heeft geroepen. To bring glory to his name. Om eer aan zijn naam te brengen. To serve him in everything we do. Om hem te dienen in alles wat we doen. Can you understand what be happening in our marriage?
En weet u wat er zal plaatsvinden in ons huwelijksleven? If we can understand, als wij dat zouden begrijpen. That God has given me my wife so that I can take care of her. Dat God mijn echtgenoot heeft gegeven dat ik voor haar kan zorgen. That God has given me to my wife that she can take care of me. Dat God mij aan mijn vrouw heeft gegeven dat zij voor mij kan zorgen. Because my wife was created by God. Want, yes, ja, want mijn vrouw is geschapen door God. I am created by God. Ik ben geschapen door God. And God has given me the authority to take care of what He has created. En God heeft me het gezag gegeven om te zorgen voor datgene wat Hij heeft geschapen. Can you imagine how wonderful our home will be? Kun je zich voorstellen hoe wonderlijk mooi onze wandel zal zijn? Mijn kinderen. They were created by God. Zijn geschapen door God. And God has given me authority to take care of what He created. En God heeft mij gezag gegeven om te zorgen voor datgene wat Hij heeft geschapen. And if they understand that, en wanneer zij dat begrijpen, and they take care of me, en ze zorgen voor mij, everybody take care of everybody, en iedereen zorgt voor iedereen, how wonderful the world will be. Hoe heerlijk zou de wereld dan niet zijn? It will be a wonderful place. Het zou een heerlijke plaats zijn. But it seems we have not understood. Maar dit hebben wij niet begrepen. In fact, those of us God has called into His kingdom. In feite, degene die God in zijn koninkrijk heeft geroepen. We are supposed to be the solution to the problem of the world. En wij zouden de oplossing voor het probleem van de wereld moeten zijn. But if you look at the world today. Maar als je kijkt naar de wereld van vandaag. Then you can say the church has done a very bad job. Dan kunt u zeggen dat de kerk een hele slechte taak heeft volbracht. Because the Bible says we are the light and the salt of the world. Want de Bijbel zegt we zijn het licht en het zout der aarde. We are supposed to be the solution to the problems of the world. En wij moeten de oplossing zijn van de problemen van de wereld. Not the politicians. Niet de politici. They don't know anything. Ze weten niets. Because they don't have God. Omdat ze God niet hebben. We are supposed to be the one that determines what is going on in the city of Amsterdam. Wij zouden degene moeten zijn die bepalen wat er plaatsvindt in onze steden. But seems many of us are not concerned. Maar velen van het lijkt erop als velen van ons daar niet bij betrokken zijn. To what is going on in Amsterdam. En we geven geen acht op wat er plaatsvindt in Amsterdam. As long as I have my nice car. Zolang ik mijn mooie auto heb. I have my nice family. Ik heb mijn mooi gezin, mijn lief gezin. And God has blessed me. I can go to anywhere I want. En God heeft mij gezegend. Ik kan gaan en staan waar ik wil. That's not the church of God. Dat is niet de gemeente van God. No. Nee. The church of God is supposed to roll up our sleeves and go outside there. En de gemeente van God zou de hem moeten oprollen. En erop uitgaan. You know, if you are not broken, if your heart is not broken for what is going on in this nation, you can't touch it. En als uw hart niet verbroken is, wat er gaande is in ons land, dan kunt u niet gaan en aanraken. How many of you are praying for Amsterdam? Hoeveel van u bidt voor Amsterdam? How many of us are praying for this nation? Hoeveel van ons bidden voor ons volk? We are only concerned about ourselves. We zijn alleen maar met onszelf bezig. We are too much selfish. We zijn te ikgericht. That's not Jesus Christ. En dat is niet Jezus Christus. Jesus saw Jerusalem and he broke down and he wept. Jezus zag Jeruzalem en hij weende. How many of us are concerned about Amsterdam? En hoeveel van ons maken zich zorgen om Amsterdam? We fight each other in the church. En we vechten elkaar in de even kerk. We don't even know what the person sitting beside you, what he or she is going through. En we weten niet eens wat er plaatsvindt waar iemand die naast ons zit doorheen gaat. We don't even care. En het maakt ons niet eens uit. We don't want to know. We willen het niet eens weten. We are too self-focused on ourselves. We zijn te veel op onszelf gericht. That's not Jesus Christ. Maar dat is niet Jezus Christus. I'm praying God will give us understanding. En ik bid dat God ons daar begrip because zal geven. God is depending on us. Want God die is afhankelijk van ons. Hij wacht op God ons. God is depending on you. Op u wacht hij. To be the solution. Om de oplossing te zijn. Of whatever is happening in your family. Wat er ook plaatsvindt in uw familie. In your neighborhood. In uw buurt. In the city of Amsterdam. In de stad Amsterdam. In this nation. In dit land. And never look down upon yourself that God cannot use you. En zie niet neer op jezelf dat God u niet zou kunnen gebruiken. Because he created you for that purpose. Want hij heeft u geschapen met dat doel. That is the reason he created us. En dat is de reden waarom hij ons geschapen heeft. Few years ago I was in Philippines. Enige jaren geleden was ik op de Filipijnen. And I saw something that changed my understanding of God and the mission of God. En ik zag iets wat heeft veranderd mijn begrip van God. There was a short lady. Er was een korte vrouw. She was trained as a banker. En ze was opgeleid als bankier.
And she has a good job. She works in the bank. En ze had een goede baan. Ze werkte in bij de bank. Every time she drives to her job and comes back home like many of us. En ja, ze ging net als ons ook naar haar werk en kwam weer naar huis. I mean, she has everything she needs. En ze heeft alles wat ze nodig had. But every time she comes to the church, maar elke keer als ze naar de kerk kwam, she feels very sad. Voelde ze zich bedroefd. I mean, she was telling us this story. En zij vertelde ons dit verhaal. She says she feels very sad. En ze voelde zich heel bedroefd. Because we worship God, we praise the Lord, and everybody will have fun time. But when she goes home, want we aanbidden God, we zingen en we hebben een goede tijd. Maar wanneer ze naar huis ging, then the Lord bring her mind back to the church. Dan bracht de Heer haar gedachten terug naar de kerk. And then she begin to see how many poor people are in the church. En toen begon ze te zien hoeveel arme mensen er in de kerk waren. In Manila, Philippines. In Manila, Filipijnen. Then she begin to think, God, this is not how you created us. En toen dacht ze, this is not your plan for us. Dit is niet hoe u ons hebt geschapen. Dit is niet uw plan voor ons. Although she was okay, she was fine, she was rich, she has a good job. En hoewel het goed met haar ging, ze rijk was en een goede baan had. But she was concerned about the people in the church that are not doing good. Maakte zich bezorgd over degenen in de kerk die het niet zo goed hadden. And then she began to see more on the street. En toen begon ze nog meer mensen te zien in de straten. As if she just came into that city. She was? As if she just came newly. Het was alsof ze als nieuweling in die stad kwam. I mean, she grew up in that city. En ze was opgegroeid in die stad. She got used to the situation in that city. Maar ze raakte gewend aan de situatie in de stad. And these poor people has always been there. En die arme mensen waren er altijd al geweest. In the church. In de kerk. Outside the church. En buiten de kerk. But she never see them. Maar ze zag ze niet. Until one day, Holy Spirit opened her eyes. Totdat op een dag de Heilige Geest haar ogen daarvoor opende. And she began to pray. En ze begon te bidden. She began to cry. En ze begon te wenen. God, you must do something about this. God, je moet iets hier aan doen. And according to her, God said, you have to do something about it. Maar God zei tegen haar, jij moet er iets aan doen. She was shocked. En ze was geschokkeerd. She said to God, what can I do? En ze zei tegen God, wat kan ik doen? And God kept quiet. En God bleef stil. So a week after that, een week daarna, she was coming back from her job. Ze kwam terug van haar werk. And suddenly she parked her car. En plotseling parkeerde ze de auto. You know, this thing was happening to her because she got broken in her heart. Weet u dit van plaats bij haar omdat ze verbroken van hart was? Because of the situation around her. Vanwege de situatie om haar heen. So she parked her car and she began to weep. Dus parkeerde ze haar auto en ze begon te huilen. That these people on the street, Lord, this is not your plan for them. Dat deze mensen hierop staan, heren, dit is niet uw plan voor hen. So she got out of her car. Dus ze stapte uit haar auto. And she went to all these women that are selling small things on the road, poor people. En ze ging naar die vrouwen die daar kleine dingetjes aan het verkopen waren, arme mensen with op straat. Tears. Met tranen. She went to them. Ging ze naar hen toe. And she said, this is not the plan of God for you guys. En ze zei, dit is niet het plan van God voor jullie. And the women were shocked. En die vrouwen waren geschokt. And they said, okay, who are you? En ze zeiden, okay, wie ben jij? Where are you coming from? Waar kom je vandaan? You this rich oppressive people, just get out of our sight. En jij rijke die anderen onderdrukt, nou ga uit onze ogen weg. The woman begin to apologize to them. En die vrouw begon zich te verontschuldigen aan hen. I can understand how you feel. Ik kan me voorstellen hoe je voelt. All the injustice. Over alle ongerechtigheid. All the oppression. En al de verdrukking. Please, maar alsjeblieft. I'm a Christian, ik ben een christen. And the Lord have touched my heart. En de Heer heeft mijn hart aangeraakt. I want to be part of your life. Ik wil een deel zijn van jouw leven. And the woman said, you want to be part of our lives? En die vrouwen zeiden, jij wil deel zijn van ons leven? Yes. Ja. I want to experience what you are going through. Ik wil ervaren waardoor jullie heen gaan. At that moment I saw Jesus Christ. En dat moment zag ik Jezus Christus. Because that is exactly what Jesus did. Dat is precies wat Jezus deed. He could have stayed in heaven. He could have stayed in heaven. Hij had in de hemel kunnen blijven. And do everything he wanted to do here. En alles kunnen doen wat hij wilde doen. He has the power. Hij heeft de macht. But he came down. Maar hij kwam naar de aarde. To experience everything we are experiencing. Om te ervaren alles wat wij ook ervaren. And that is what that woman did. En dat is wat die mevrouw deed. So they began to talk. Dus begonnen ze te praten. And she asked those poor women, what do you want to do in life? En ze vroeg aan die arme vrouw, wat wilt u in het leven what doen? What is your heart desire?
En wat is uw hartsverlangen? I believe everybody have a desire. Want ik geloof dat ieder persoon een verlangen heeft. Everybody have a dream that you want to accomplish in life. En iedereen heeft een droom die hij in het leven wil bereiken. A God-given dream and desire. Een God gegeven droom en verlangen. So those poor women began to tell her that we want to be business women. En die arme vrouw begon haar te vertellen: wij willen zakenvrouwen worden. But we don't have money. Maar we hebben het geld niet. So she said, I don't have money either to give you. Ze zei, ik heb ook geen geld om jullie te geven. But I have something I can share with you. Maar ik heb iets wat ik met u kan delen. I have the skill. Ik heb die vaardigheden. Because I know how to start business, I can teach you. Ik weet hoe een zaak op te zetten, ik kan u onderwijzen. But you should allow me also to teach you the Bible. Maar u moet me ook toestaan om u te onderwijzen in de Bijbel. So they struck a deal. Dus hebben ze een deal gesloten. And they said, once in a week we all meet together. Eén keer per week komen we allemaal samen. Just for 1 hour. 1 uur. I will teach you how to the skill of business. En ik zal je leren hoe zaken te doen. And then you allow me also to teach you 30 minutes of the Bible. En dan staat u mij toe om u ook een half uurtje te onderwijzen in de Bijbel. For 3 months they did that every week. En 3 maanden lang hebben ze dat elke week gedaan. And then after 3 months she gave them a small amount of money. En na drie maanden gaf ze elk van hen een klein beetje geld. To go and practice what they have studied. Om ten uitvoer te brengen wat ze hebben gestudeerd. And these 6 women went out and they bought some things, they sell it and they came back every week. En deze 6 vrouwen die gingen heen en ze kochten wat en verkochten dat elke week. So they were able to practice what they've learned in the theory. Dus ze konden beoefenen wat ze hadden geleerd in het uurtje, die and 3 maanden. They pay a little back of the loan to the woman. They pay it back. En ze betaalde steeds terug aan de vrouw van wie ze dat geld hadden gekregen. Every week they do that. Elke week deden ze dat. This woman did this. By the time I was in Manila, it was 10 years that she started. En toen ik in Manila was, was het al 10 jaar dat zij hiermee was begonnen. So 10 years ago she started this. She met these 6 women. En dus 10 jaar geleden had zij deze vrouw ontmoet. By the time I met her. En tegen de tijd dat ik haar ontmoette. The job has become so big that she has to leave the bank. Was haar taak zo groot geworden dat ze de bank moest verlaten? And she has employed 680 people full time. En ze heeft 680 mensen voltijds in dienst genomen. And this small group have spread all over Philippines. En deze kleine groep is verspreid geraakt over de hele Filipijnen. And through that group with her pastor they've planted 200 churches. En door die groep hebben zij 200 kerken gesticht. It just went like wildfire. Het ging gewoon als een lopend vuur. That is the God we are serving. That is what God can do. Dat is wat God kan doen. Dat is de God die we dienen. But we need to understand. We moeten begrijpen. That this life is not about us. Dat dit leven niet gaat om ons. It's not about us. Het gaat niet om ons. It's about Jesus. Het gaat om Jezus. Jesus should be the center. Jezus moet het centrale punt zijn. We should understand that he has called us into his kingdom. We moeten begrijpen dat hij ons geroepen heeft in zijn koninkrijk. To make us a solution. Om ons tot een oplossing te maken. To the problem of the world. Voor de problemen van deze wereld. So it's time the church need to wake up. Dus het tijd dat de kerk wakker wordt. Because most of us we only fight and struggle to do things inside the church. Want de meeste van ons vechten en we worstelen om dingen in de kerk te doen. We are fighting to be the evangelist, we are fighting to be pastor, we are fighting to be. We vechten om de evangelist, de voorganger of wie dan ook te zijn. The job is outside there. Maar de taak ligt buiten. What God has called us to do. Wat God, waartoe God ons heeft geroepen. Is outside there. Dat is buiten. You are the solution to the problem of somebody there. U bent de oplossing van het probleem van iemand daarbuiten. The work we do in the church is wonderful. En het werk wat we in de kerk doen is heel so, goed. To preach the word of God is a privilege, is a grace, is good. En het prediken van het woord van God is een voorrecht, is goed. You know, I wish I knew what I'm telling you now about 20 years ago. I would never have been a pastor. En ik wilde wel dat ik wat ik nu weet 20 jaar geleden had geweten, was ik nooit voorganger geweest. I would never have stayed as a pastor in the church. En was ik nooit gebleven als voorganger in de kerk. I would have done something different. Ik had iets anders gedaan. In the kingdom of God. In het koninkrijk van and God. I believe God has given all of us dreams. En ik geloof dat God aan ieder van ons dromen and heeft gegeven desires. En verlangens. Why are you not doing it? Waarom doet u het niet? Why not? Waarom niet? What is it that God has placed in your heart to do? En wat heeft God in uw hart geplant om te doen? For him.
Voor hem. Not for yourself. Niet voor jezelf. Not because we want to have a big house in Suriname. Niet omdat we een groot huis willen hebben in Suriname. No. Nee. But that will come. That will come. That will come. The big house will come. Het grote huis zal komen. Dat zal komen. But that should not be your focus. Maar dat, daar moet je niet op gericht because zijn. This lady that I met in Manila, very short lady. En deze vrouw die ik in Manila heb ontmoet, zo'n korte vrouw. She's been invited everywhere in the world now to talk about microfinance. En ze wordt nu uitgenodigd in de gehele wereld om te spreken over microfinanciën. When she went to meet those ladies, she was not thinking about herself. Toen ze ging om die vrouwen te ontmoeten, dacht ze niet aan zichzelf. She was not thinking about herself. Ze dacht niet aan zichzelf. And that's what Jesus said. En dat is wat Jezus zei. If you save your life, you will lose it. En als u uw leven wilt behouden, zult u het verliezen. But if you give your life to me for my sake, you will find it. Maar als u uw leven geeft voor mij, dan zult u het weer vinden. So the dream God has given you. Dus de droom die God u heeft gegeven. Don't think it is for you. Denk niet dat het voor u is. Then you make a big mistake. Dan maakt u een grote fout. And that is why many of our dreams are not realized. Daarom worden veel van onze dromen komen ze niet uit, worden ze niet werkelijkheid. But I pray that we understand this afternoon. Maar ik bid dat u vanmiddag zult begrijpen. Now whatever dreams or ideas you have in your mind. Wat voor dromen of gedachten u ook in die gedachten hebt, is God given. Is door God gegeven. And it's for the glory of God. En het is ter ere van God. You go back to God. Ga u terug naar God. I say, God, you gave me this dream. En zeg, God, u hebt me deze droom show gegeven. Me what to do with it. Laat me zien wat ik ermee moet lead doen. Me to accomplish it. En leid mij zodat ik het kan uitvoeren. For the glory of your name. Ter ere, ter glorie van uw naam. God is waiting for us. En God wacht op ons. To accomplish his purpose. Om te einde te brengen when zijn I was preparing doelen. This message, toen ik dit, deze boodschap aan het voorbereiden was. I got it in my spirit. Kreeg ik in mijn geest that some in the church today, dat sommigen vandaag in de kerk you stop doing good. Je bent opgehouden goed te doen. That's the trick of the enemy. En dat is een streek van de tegenstander. You stop doing good because people stab you at the back. U bent opgehouden goed te doen omdat mensen u in de rug hebben gestoken. Especially people that you have done a lot of good to, they didn't appreciate it. En u hebt heel wat goed aan mensen gedaan, maar ze hebben het niet gewaardeerd. They stab you at the back. En ze hebben u in de rug gestoken. And because of that, you stop doing good. En vanwege datgene wat ze hebben gedaan, bent u opgehouden goed te doen. Today you have to change your mind. En vandaag moet u weer van gedachten veranderen. Because the good things you do, want het goede wat u doet, it's not about you. Gaat niet om u. You're doing it for him. U doet het voor hem. And he's the only one who can reward you. En hij is de enige die u kan belonen. Everything you are doing in this church. En alles wat u doet in deze kerk. You are not doing for nobody. U doet het niet voor iemand. You are not doing it for Apostle Stanley. U doet het niet voor Apostel Stanley. You're doing it for him. U doet het voor hem. If you feel any hurt in the, of the past, any pain because of disappointment. En als u pijn hebt in uw hart vanwege teleurstelling. I'm praying for healing this afternoon. Bid ik voor genezing vanmiddag. I pray that the Lord will touch that deep hurt in your heart. En ik bid dat God zal aanraken de diepe verwonding in uw hart. For total restoration. Voor volledig herstel. And that you be free. Dat u vrij zult zijn. Completely free. Volledig vrij zult zijn. To continue to do good. Om door te gaan met het goede te doen. Because that is why God has called you into his kingdom. Want daarom heeft God u geroepen in zijn koninkrijk. Whether people appreciate it or not, it's not your business. Nou, als mensen het waarderen of niet, dat is niet uw zaak. Oh, we love people to appreciate us. Oh, we vinden het heel prettig dat mensen waarderen. Well done, brother. Oh, goed gedaan. No, you get your reward. Dan hebt u uw beloning al. Jesus said, I'm coming back and I'm with my reward for everything that you have done. Maar Jezus zegt, ik kom terug met mijn beloning voor al datgene wat je hebt gedaan. It's good to wait for the Lord to get your reward. Het is goed dat we wachten op de Heer om uw beloning in ontvangst te nemen. Probably at your place of work. En misschien op uw werkplaats. People don't appreciate what you are doing. Waarderen mensen niet wat u doet. And you get all kind of emotional pain. En u krijgt alle soorten emotionele pijnen. I pray that the Lord will heal you this afternoon. En ik bid dat God u zal genezen vanmiddag. But I want you to understand. Maar ik wil dat u begrijpt. That the work you do at your place of work, you are doing it for the Lord. Maar het werk dat u doet op uw werkplaats, u doet het voor de Heer. Are you a teacher? Bent u leraar? And people don't appreciate your job?
En mensen waarderen uw baan niet. It doesn't matter. Maakt niet uit. Because you are not doing it for the director or the student. Je doet het niet voor de directeur of voor de studenten. You're doing it for the Lord. Je doet het voor de Heer. And the Lord will reward you. En de Heer zal u belonen. We have to do that with this understanding. En we moeten dat doen met dit begrip wat we hebben ervan. Anything we do from now onwards. Alles wat we van nu af aan doen. Let's do with this understanding. Laten we doen met dit wat we nu hebben begrepen. Do with all your heart. Doe het met geheel uw hart. Do it for the glory of God. Doe het ter ere van God. And you wait and see. En wacht maar af. If God will not confirm his word. Als God zijn woord niet zal bevestigen aan u. And I believe some of you must have had a testimony. En ik geloof dat u een getuigenis zult hebben. There was a time I had only 10 euro in my pocket. Was een tijd dat ik alleen 10 euro op had. And a guy came, he said he's hungry. He needs 10 euro. En iemand kwam exactly 10 euro. En kwam een man naar mij toe die zegt: ik heb honger, ik heb 10 euro nodig. And I thought, wow, this is the last 10 euro in my pocket. En ik dacht, wow, dit is maar de laatste 10 euro dat ik heb in mijn broekzak. Zal ik het But geven? The Lord helped me. I was able to give that 10 euro. Want de Heer hielp mij en dat ik in staat was om die 10 euro aan die persoon te geven. With all my heart. En zo, met heel mijn hart deed ik and dat. And you can't believe it. An hour later. En die gelooft het niet. Een uur later. Somebody passed by. Say, hey, pastor, how are you doing? Iemand kwam langs en zei, pastor, hoe gaat het met u? I am blessed and highly favored. Hij zei, ik ben gezegend. Ik ben sta enorm onder gunst. And he just bring an envelope and give it to me. En hij gaf me een envelop. 100 euro. 100 euro. God multiply it by 10 within 1 hour. En binnen een uur heeft God het met 10 vermenigvuldigd. That is the God we are serving. Amen. En dat is de God die we dienen. Amen. You don't need to worry about anything. Je hoeft zich niet druk te maken om geen enkel ding. Please. Alsjeblieft. No anxiety about anything. En geen bezorgdheid om wat dan ook. Jesus says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. En Jezus zei, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. And every other thing. En al het andere. Everything you need. Alles wat u nodig hebt. He has the power to provide. Hij heeft de macht om daarin te voorzien. Seek ye first the kingdom of God. Zoek eerst het koninkrijk van God. If somebody is hungry, als iemand honger heeft, feed him. Voed hem. If somebody is thirsty, als iemand dorst heeft, give him a cup of water. Geef hem een kop met water. If somebody comes to church with the same shoe every Sunday and you saw it, go and buy him another shoe. En als iemand, u hebt het opgemerkt dat iemand met dezelfde schoenen elke zondag naar de kerk komt, ga en koop een nieuwe paar schoenen voor die persoon. Adopt your street. Pray for your street. En bid voor uw straat. Pray adopteer for your neighborhood. Uw straat. En voor die buurt. Open your eyes to see what is going on there. En ga rond en kijk wat er daar allemaal plaatsvindt. In your home. En thuis bij u. Care for one another. Zorg voor elkaar. You know, take care of one another. Zorg goed voor elkaar. There should be no struggle, there should be no jealousy, there should be no envy. Er zal geen gedoe moeten zijn, geen jaloezie, geen nijd. Let's exercise the authority God has given us. En laten we uitoefenen de autoriteit die God ons heeft gegeven. To fix everything that is broken. En in orde maken al datgene wat kapot to is gemaakt. Care for one another. Dat we daar zijn voor elkaar. And the Lord will continue to bless us if we do that. En de Heer zal ons blijven zegenen als we dat doen. I tell you, if we understand this, en ik zeg u, als wij dit begrijpen, within a year we can turn everything in Amsterdam binnen around. Een jaar kunnen we alles in Amsterdam omkeren. It takes only 12 people, Jesus, 12 people to turn the whole world around. En Jezus had maar slechts 12 mensen nodig om de hele wereld op zijn kop te zetten. How many believers are in Amsterdam? We are many. En hoeveel gelovigen zijn in Amsterdam? We zijn met z'n velen. We fight each other. We bevechten elkaar. We move from this church to that church. En we gaan van deze kerk naar die kerk. If they don't like me here, I go to Victory. Als ze mij hier niet mogen, ga ik naar Victory. If I have problem with Victory, I go to the Rot. En als ik problemen met Victory, ga ik naar de Rot. We don't understand. We bewegen zo heen en weer, maar we begrijpen niet. The same body. Eén lichaam. No. We need to repent. En we moeten ons bekeren. And ask God to forgive us. En God vragen om ons te vergeven. And to give us understanding. En om ons begrip te geven. So that we can work together. Zodat we samen kunnen arbeiden. We can be one voice in this city of Amsterdam. Dat we één stem kunnen zijn in deze stad Amsterdam. We can oppose every unrighteousness. Dat we elke ongerechtigheid kunnen weerstaan. If God want to put us in prison, let them take all the whole church and put in prison. En als God ons in de kerk zou willen zetten, laten ze de gehele gemeente nemen en in de gevangenis stoppen. We moeten eigenlijk daarvoor niet bang zijn. We should speak the truth. We moeten de waarheid spreken. Boldly.
En met vrijmoedigheid. Like Jesus did. Zoals Jezus deed. And we can see the power of God in this city. En we kunnen de kracht van God zien in deze stad. You will see that every church will be full because people will come to the church. En we zullen zien dat elke kerk vol zal zijn omdat mensen naar de kerk zullen komen. But if we only focus on ourselves. Maar als we alleen gericht zijn op onszelf. Then we really miss it. Dan hebben we het echt gemist. I pray that the Lord will bless his word. En ik bid dat God zijn woord zal zegenen. And those of us that have had this word, it will make a difference in our life in Jesus. En wanneer we dit woord hebben ontvangen, dat we het verschil zullen maken. That we stand up on our feet. Thank you, Jesus. In ons leven. Laten we gaan staan. Father, we give you praises. En Vader, we prijzen u. Just begin to thank God for the word that he has spoken to us. Begin God te danken voor het woord dat vandaag gesproken thank is. Thank God for the word that he has planted into our heart. En dank God voor het woord dat hij geplant heeft in ons hart. Father, we thank you for your word. En Vader, we danken u voor uw woord. We give you praises, Lord. We prijzen u vandaag. We thank you for speaking to us this afternoon. En ik dank u dat u spreekt van ons vanmiddag. Thank you for touching our heart. Dank u wel dat u ons hart hebt aangeraakt. Thank you for giving us understanding. Dank u wel dat u ons inzicht hebt gegeven. Thank you for the authority we have in your name. En dank u voor het gezag en de autoriteit die we hebben in uw naam. Father, we give you all the glory. En Vader, we geven u de eer. We give you all the glory. We geven u alle eer. Thank you, Father. Dank u, Vader. Please, all eyes closed. Alsjeblieft, alle ogen gesloten. Maybe you are here this afternoon. En misschien bent u hier vanmiddag. And you don't know this Jesus. En u kent deze Jezus niet. And you've been asking questions. En u stelt zichzelf vragen. About the issues of faith. Over de problemen rondom het geloof. And you are saying, Jesus, I want to know you. En u zegt, Jezus, ik wil u leren kennen. I want to follow you. Ik wil u volgen. If you are here this afternoon, en als u vanmiddag hier bent, and this is your heart desire, en dit is uw harts verlangen, please just lift up your hand wherever you are. Lift up your steek dan uw hand op waar u ook bent. If you want to give your life to Jesus, als u uw leven aan Jezus wil geven, if you have not taken that step of faith, als u niet die stap in geloof hebt gedaan, you have never asked Jesus to come into your heart. U hebt nooit gevraagd dat Jezus kom in mijn hart. If you are here this afternoon, als u vanmiddag hier bent, please let me see the hand. Alsjeblieft, laat me die hand, we uw hand pray zien. With you. Thank you for that hand. Dank u wel voor uw thank hand. You for that hand. Dank u voor dat hand. Thank you for that hand. Dank u voor dat hand. I'm trusting that God did not bring you here today by accident. En ik vertrouw erop dat God u niet toevalligerwijs hier heeft gebracht. He has a purpose. Hij heeft een doel. To reveal himself to you. Om zich aan u te bekend te maken. Please, if you lift up your hand, can you come to the front? I want to pray with you. En als u uw hand hebt opgestoken, alsjeblieft, please, komt u naar voren. Ik wil met u bidden. Please. Alsjeblieft, wilt u naar voren komen? Come to als the front. U uw hand hebt opgestoken, come to the front. Kom naar voren. Thank you for coming. Dank u wel dat u komt. Thank you for coming. Dank u wel dat u wil komen. Don't feel shy to come. It's between you and Jesus. Voelt u zich niet verlegen, maar het is tussen u en Jezus. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Thank you, Father. Dank u, Vader. If you still want to come, please, you can join them. En als u nog wil komen, u kunt hun joinen. The Lord has a reason for bringing you this afternoon. En de Heer heeft een reden dat u hier vanmiddag bent. I welcome them with an applause. Welcome him with an applause. Jesus cares for us passionately. En Jezus houdt hartstochtelijk van ons. Maybe the life of believers have disappointed you. En misschien hebben het leven van andere gelovigen u teleurgesteld. It's not about them. It's about Jesus. Het gaat niet om hen. Het gaat om Jezus. Thank you, Father. Dank u, Vader. Father, I want to thank you for every one of your children. En Vader, ik wil u bedanken voor elk een van uw kinderen. For the grace you have given them to hear your word. Voor de genade die u hen hebt geschonken om te luisteren naar uw woord. And to respond. En om daarop te reageren. Father, visit them. Bezoek hen, Heer. Reveal yourself to them. Maak uzelf aan hen bekend. Let them know you in a special way. Laat hen u kennen op een bijzondere wijze. Let them experience you, O God. En laat hen u ervaren, O God. Touch their heart. Raak hun harten aan. Turn their situation around. En draai hun situatie om. Glorify yourself in their lives. Verheerlijk uzelf in hun leven. Father, bless every one of them. En zegen elk een van hen. Do something special for them today. Doe iets bijzonders vandaag voor hun. Because they took this step of faith. Omdat ze deze stap in geloof hebben gedaan. Thank you, Heavenly Father. Dank u, Hemelse Vader. Halleluja. Halleluja.
Parents, can you lead them to the Lord? Yeah. Wilt u mij nazeggen? Heer Jezus, ik dank u. Vandaag neem ik u aan. En ik dank u dat u mijn zonden van mij afneemt. Dat u mij geheel nieuw maakt. Een nieuwe schepping maakt. Het oude is voorbij. En vandaag mag ik als nieuwe schepping met u wandelen in heel mijn leven. Ik doe afstand van het oude, van het zondige. Het is voorbij. Ik neem u aan in mijn hart en mijn leven. Dank u wel daarvoor. Dank u, Jezus. Amen. Amen. Yes, he's giving them. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. We give you glory, Lord, as we honor you. Please sing the one that you can sing with us, a worship song. Thank you, Father. Thank you, Father. Any worship song? And I'm bidding sleep back there. Let's just worship the Lord together. Laten we samen de Heer aanbidden. 2 minutes, just give him praises. 2 minutes, laten we hem prijzen. Worship the Lord together with us. Thank you, Jesus. Laten de Heer samen aanbidden.
preaching, I said some of you are hurt because people repay you evil for doing good. En mensen hebben u terugbetaald met slechtheid voor het goede wat u hebt gedaan. En u bent daardoor gewond. And you are hurt. En u bent daardoor verwond. The Lord wants to restore you this afternoon. En de Heer wil u vandaag herstellen. The Lord wants to heal your broken heart. En de Heer wil uw verbroken hart genezen. The Lord wants to release you so that you can continue to do good. En de Heer wil u vrijzetten dat u door kunt gaan goed te doen. Because your blessing is in doing good. Want uw zegening ligt daarin dat u goed doet. So if you are such a person, dus als u zo iemand bent, that you are disappointed, dat u teleurgesteld that bent, you are hurting, en dat u verwond en het doet pijn van that binnen, you have a broken heart. En uw hart is helemaal gebroken daardoor. Because the good you do has been taken for evil. Want het goede wat u hebt gedaan is als iets kwaads aangenomen. People have repaid you for evil. En mensen hebben u terugbetaald met kwaad. Please come to the front. We're going to pray with you. Kom naar voren. We willen met u bidden. Please come believing God that you will be healed. En kom naar voren gelovende dat u genezen zult worden. You'll be released this afternoon. En u vrijgezet zult worden vanmiddag. Come to the front as we worship. Kom naar voren terwijl we aanbidden. Come to the Lord this afternoon. Kom naar voren terwijl we aanbidden. We give you zelf tot God, zegt u aan hem zelf. God knows what has happened. En God weet wat er heeft plaatsgevonden. God knows what has been done to you. En God weet wat u is aangedaan. Just talk to God yourself. Dus spreek nu tot God zelf. U kunt het zelf doen. Talk to God. Spreek tot God. Ask God to heal you. En vraag God om u te genezen. Ask God to release you. En vraag God om u vrij te zetten daarvan. Thank you, Jesus. He's here. The Lord is here. De Heere is hier. Ask him to touch you. En vraag hem om u aan te raken. Ask him to touch your heart. Vraag hem om uw hart aan te raken. Ask him to wipe away your tears. En vraag hem om uw tranen te drogen. Ask him to release you this afternoon. En vraag hem om u vrij te zetten vanmiddag. Just talk to him. Spreek tot hem. The Lord is here. De Heer is hier. He is the only one that can heal the broken heart. Hij is de enige die een verbroken hart kan genezen. He is the only one that can set the captive free. Hij is de enige die de gebondenen vrij kan zetten. He has the power and the authority to heal you. Hij heeft de macht en de autoriteit om u vrij en te zetten en genezen. Talk to him. Spreek tot hem. Spreek tot hem. Talk to him this afternoon. En kom tot hem vanmiddag. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Ask him to wipe away your tears. En vraag hem om uw tranen af te wissen. And to restore you this afternoon. En om u vanmiddag te herstellen. Total restoration. Volledig herstel. Total restoration. Volledig herstel. Thank you, Holy Spirit. Dank u, Heilige Geest. Thank you for healing. Dank u voor genezing. Thank you for restoration. Dank u voor herstel. Thank you, Holy Spirit. Dank u wel, Heilige Geest. Thank you, Holy Spirit. Dank u wel, Heilige Geest.
Father, we give you praises. En Vader, wij prijzen u. We bless your mighty name. En we loven uw grote naam. If you want to cry, it doesn't matter. The Lord is here. Just en als je wil huilen, maak je uit. Yourself. De Heer is hier. Druk jezelf uit zoals u dat wilt. Zoals let u dat prettig vindt. Let it come laat out. Het uitkomen. Laat het uitkomen. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Thank you, Father. Dank u, Vader. Let the Lord do the work. Laat de Heer het werk doen. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Just look unto him. Zie op hem. He is the author and the finisher of our faith. En hij is de leidsman en de voleinde van ons geloof. Thank you, Father. Dank u, Vader. Father, you know every situation that is represented. En Heer, ik weet van elke situatie van de mensen die hiervoor staan. Your people have come to you in faith. En ze zijn gekomen tot u in geloof. Believing. Gelovende. That you can heal. Dat u kunt genezen. You can restore. U kunt herstellen. You can give them peace. U kunt hun vrede geven. And nobody come to you empty-handed. En niemand komt met lege handen tot u. Thank you for touching them right now. En dank u wel dat u hen aanraakt nu op dit moment. Thank you for touching their heart. Dank u wel dat u hun hart aanraakt. Thank you for restoring. Dank u dat u herstelt. Everything that is broken. Alles wat verbroken is. We give you praises, Lord. En we danken u daarvoor. Father, and I take authority. En Vader, ik neem de autoriteit. Over the enemy. Over de vijand. Right now. Nu op dit moment. In the name of Jesus. In de naam van Jezus Christus. Everything that he has stolen from them. Alles wat van u is gestolen. Let it be returned in the name of Jesus. Teruggegeven zal worden in Jezus naam. The peace of God. And let it be returned in the name of Jesus Christ. Laat het teruggegeven worden in de naam van Jezus Christus. The peace of God that passes every understanding. En de vrede Gods dat alle verstand te boven gaat. Be returned in the name of Jesus. Wordt hersteld in de naam van Jezus. All the blessing. Alle zegeningen. That has been taken away from them. Die van u bent is afgenomen. I command them to be returned in the name of Jesus Christ. Om terug te keren in Jezus naam. Relationship that are broken. En relaties die verbroken zijn. Let it be restored in the name of Jesus. Dat ze hersteld worden in de naam van Jezus. Father, anoint them afresh. En Heere, fresh anointing. Een nieuwe salving. Anointing. Een verse salving. To do good. Om het goede te doen. To keep doing good. Om door te gaan, goed te blijven Father, doen. Let it rest upon them. Laat het daar op hun rusten. We thank you, Father. We danken u, Vader. For touching your people. Dat u uw volk for healing them. Dat u hen geneest. En hersteld. For delivering them. En dat u hen bevrijdt. That they can do good. Dat ze het goed zullen doen. We give you all the glory, Father. En we geven u de eer, Vader. And we bless your mighty name. En we zegenen in uw machtige naam. In Jesus, mighty name we pray. Jezus machtige naam bidden we. Let's give the Lord a big applause. En laten we de Heer een groot applaus geven. You will come back with testimonies. In Jesus name. En u zult terugkomen met een getuigenis. Thank you, Father. Dank u, Vader. Hallelujah. I want you to say this with me. En wilt u mij dit nazeggen? I will come back with testimonies. Ik zal terugkeren met een getuigenis. Because the Lord has done wonderful things in my life today. Want de Heer heeft wonderlijke dingen vandaag in mijn leven gedaan. I have been released. En ik ben vrijgezet. I have been restored. Ik ben hersteld. And I will come back with testimonies. En ik kom terug met getuigenissen. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen. Give the Lord a big applause. Geef de Heer een goed applaus.